ziens. Ja, wij van KWF Kankerbestrijding zijn op zoek naar een locatie waar wij ons geld konden tellen. We zaten voorheen bij de Rabobank, maar die is verbouwd en daar zijn veiligheidseisen aan toegekend. En daarom kunnen we daar niet meer terecht. Toen waren we op zoek naar een andere plek en toen hebben we eigenlijk via een contact van ons, Alice Nijmeijer, haar man, Emiel Nijmeijer, die komt hier vaker in het gemeentehuis en die heeft ons aangegeven van, goh, is het niet wat om in het stadhuis geld te gaan tellen? Nou, we hebben contact gezocht en contact gehad met mevrouw Lisbeth Tol en met haar gesproken en ja, het mocht. We mochten hier naartoe en daar zijn we ontzettend blij mee als KWF Kankerbestrijding. Ja, het is het huis van de stad zeker en al onze collectanten die toch allemaal in Almelo wonen, komen nu dit mooie huis bewonderen en hun geld inleveren. Dus mooier kan het eigenlijk niet. Wat schat u? Meer of minder dan vorig jaar? Ja, ik droom er altijd van dat het meer is dan vorig jaar. En dat hoop ik eigenlijk ook van harte dat het er weer een klein beetje meer geworden is. De economie is wat aan het aantrekken. Ik hoop dat we dat terugzien in onze opbrengst. We hebben natuurlijk ook de pilot gehad met de pinautomaat. Nou, wellicht heeft dat allemaal tezamen ertoe geleid dat we iets meer hebben dan vorig jaar. Dat hoop ik van harte. Vorig jaar hadden we 20.000. We weten aan het eind van de avond wat het ongeveer gaat worden. Nou, dat zullen we binnenkort kenbaar maken. Dank u wel. Meneer Balk, hoe lang werkt u hier al? 50 jaar. Heeft u wel eens een andere baas gehad? Ik heb 3 bazen gehad. Dus Boezekool zelf, zijn opvolger die het bedrijf overgenomen heeft en ook de zoon van Osse. Op die manier, het was wel steeds dezelfde firma, maar steeds iedere keer een andere naam. Het is dezelfde firma, maar andere eigenaars. Dus. Juist. Dus eigenlijk bent u... Kent u maar één baas? Ik ken eigenlijk maar één bedrijf, ja. Ik ben wel uitgeleend geweest aan andere bedrijven in de kleren. Aan de Waven heb ik een paar jaar uitgeleend geweest bij Reginox, ja, bij Metaalgaas in Hengelo. Dus. Maar u 50 jaar en dan zit u toch ook bijna tegen pensioen aan, denk ik? Ik heb bijna pensioen, ja. Eind van het jaar ben ik AOW gerechtigd. En dan stop ik. Maar komt u dan nog wel eens een keer naar het bedrijf, zo vrijdagmiddag? Ik denk dat ik, als ze me nodig hebben, dat ze mij rustig kunnen oproepen. Ja? En dat ik dan nog wat voor het bedrijf kan betekenen. Ja, en ik hoor van andere gepensioneerden, die komen hier nog wel eens even kijken. Ja, ook collega's die het al 15, 20 jaar pensioen hebben, die komen nog regelmatig hier kijken. En die vinden het nog steeds leuk om hier te komen. Ja. Mooi. Dank u wel. Meneer Osse, die gaat, kunt u iets vertellen over het nieuwste product waar u nu mee bezig bent? Ja, we zijn nu met een vliegwiel bezig voor energieopslag. Dus een soort van een batterij, maar dan heel groot. Waar we tot ongeveer 1 megawatt energie in kwijt kunnen. Het grote voordeel van het vliegwiel ten opzichte van de batterij is dat die veel vaker op- en ontladen kan worden. In kortere tijd. En dus ook heel snel heel veel vermogen kan leveren. En het systeem is te gebruiken naast ja, eigenlijk bijna alle hernieuwbare bronnen. Als een soort van peakshaving. Dus bijvoorbeeld de windmolen die op een gegeven moment zijn energie niet kwijt kan. Dat gaat dan naar het vliegwiel? Ja, klopt. Overtollige energie van de windmolen kan in de vliegwiel of van een zonnecel of van getijdenstroom. En dan wanneer de zogenaamde hernieuwbare energie even uit is... gaat het vliegwiel de energie weer leveren. Nou, ik hoop dat u daar veel succes mee hebt. Dat hopen wij ook, dankjewel. Dank u. Dat waar ik nu, als ik hem aangestoken heb, half voor geopend. Werkt.
Thank you.
Je kijkt naar je touw, je blaast. En je sterkte tolverspreuk, poele patata. Sanseveria. Sanseveria. Leeg jullie Sima Gemina Pia van Delis Tobitianus. Moeilijk, hè? Zeg maar, hotje, hotje, hotje. In je neus daar zit een snotje. En u kunt het geloven of niet, burgers. Als zo'n schone dame dat gedaan heeft, haal je niet één, haal je niet twee, haal je niet drie. Mannen van 35 en 45 plus, kom van de bank af, ga voetballen. We hebben een prachtig initiatief bij Oranje Nassau in samenwerking met PH, een 45 plus toernooi. Iedereen is welkom. Kijk op de website, 25 september is iedereen welkom bij Oranje Nassau. Doe mee en geniet ook van die derde helft. I'll take you to the candy shop. I'll let you lick the lollipop. Go ahead, girl, and don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shop. Go on, taste what I got. I'll have as many as you got. Keep going till you hit the spot. Whoa. You can have your way. How do you want it? Gonna wreck a thing
helps you to push your pony. Temperature rising to the next level. Dance floor packed as a tea kettle. I'll break it down for you now, baby, it's simple. If you be an info, I'll be an info. In the hotel or in the back of a rental. On the beach, in the park, whatever you wish. I'll take you to the candy shop. For one taste of what I got, I'll have you spending all you got. And keep blowing till you hit the sky. Augustus 2002 en wij hebben nu een hele grote straat laten zien. We willen u toch niet onthouden de kaalslag die er op dit moment plaatsvindt. Ik ben hartstikke blij dat Trudy weer mee willen gaan en we gaan beginnen met de Poort van Kleef. Die staat er nu nog, maar over een week of drie dan kun je ervan op aan dat hij weg is. De Poort van Kleef was een heel gerenommeerd hotel-restaurant waar wij als familie altijd de feestjes hielden. Jij hebt ook nog die... We hebben daar toen onze receptie nog gehouden. Ja, toen we getrouwd zijn hebben we het feest nog gehouden, ja. En je hebt ook nog meegemaakt dat met begrafenis, dat we hier ook op de koffietafel hebben gehad. Ja. Het is al vrij oud, denk ik, of niet? Poort van Kleef. Ik weet al niet anders of de Poort van Kleef heeft hier De vaste familie Hummels. Dat ken je nog wel, hè? Ja, die ken ik nog, ja. Die meneer is pas overleden, ja. De oude meneer Hummels. Naast de Poort van Kleef, dat is de grote Eén heeft erin gezeten. En dat was vroeger, was dat niet vroeger een politiekazerne of zo? Ja, iets van een kazerne of zo. Een heel oud gebouw. En na de tijd is dat verbouwd. En volgens mij is daarna de Wonder van Almelo ingekomen. Dat was een lampenzaak. Een lampenzaak, ja. En na het Wonder van Almelo kwam de grote Eén in. En volgens mij is het toen helemaal verbouwd, echt helemaal verbouwd. En die heeft er jaren niet gezeten. Ik denk al zo'n 25 jaar. We staan hier nou op de oude veemarkt. En daar staat een hele grote kei ligt daar. En te plekke van die kei, daar had je vroeger een hele mooie kiosk staan. Oh, daar kan ik me niks van herinneren. En hier was nog gras met die stangen waar de koeien naar vastgebonden moesten worden. Ja. Dat was waar nu de weg is. Ja. Maar het was maar een heel smal straatje. In welk jaar was dat? Dat was nog na de oorlog, was dat nog zo? In de jaren 50, denk ik. Ja, toen is het veranderd. Ja, in de jaren 50 is het veranderd. Is veranderd. Ja, ja, ja. In de krant dat er nu allemaal appartementen zouden komen, vijf hoog of zoiets? Ja, verschillend. Volgens mij zou het daar hoog zijn, of net andersom. En dan trapsgewijze naar beneden. Ik geloof van vijf hoog naar drie hoog. En dan gaat, ook nog om het hoekje heen in de Geranium of de Geraniumstraat, ja. Ja. Maar als het klaar is, laten we jullie dat allemaal netjes zien, hoor. We staan hier tegenover de vroegere bondzaak van Heek, u allen wel bekend. En vanaf hier heb je een prachtig mooi uitzicht over de kaalslag die er op dit moment gepleegd is. Weet jij nog wat hier allemaal zo'n beetje op een rij zat? Oh, exact weet ik het niet, maar volgens mij was hier de HOMA. Bekende tekeningen, kantoor attributen.
En dan stond daar op de hoek dat grote gebouw van Gruttering. Oh ja. Vroege Gruttering. En de schoenzaak zat er nog. De schoenzaak zat er nog van Hovink. Hovink. Oh ja. Helemaal in stukken gezaagd hebben, maar opnieuw willen we gaan gebruiken. Ja, dat was dat gebouw van Gruttering, van de ja, Amsterdamse ook, school. Ja, en daar heeft ook een wasseret erin gezeten. Daar heeft ook een wasseret in gezeten, ja. En dan had je daar verderop, dan had je daarachter, daar zat het hele Benningtgebied, die brug daar overheen. Ja, daar herken je nou helemaal niks meer van. En dan, als je dan verder kijkt richting Grote Straat, dan zie je op dat alleen dat hoekpand er nog staat. Ja. En dat komt omdat daar een kapper in zit en die vertikt het om daar weg te gaan, omdat hij daar zijn brood moet verdienen. Dat moet ook nog afgebroken worden. En daar kun je van het torengebouw van Bendien, dat is een monument geworden, dat blijft nog staan. Ja, en alles wat er rechts van staat, dat gaat aan weg. Die oude panden, dat gaat allemaal weg. Ja, ja. Er zijn wel hele leuke pandjes bij tussen. Ja. Het gaat allemaal weg. Ja. Hier hebben we ook al gestaan. Dat, toen stond er alles nog, weet je dat nog? Ja, ja. Heb je ook al die opnames ik gemaakt? Ik was daar volgens mij niet bij. Oh. Nee, dat was Herman Asselijn. Oh, ja. Ja. Ja, en als dat gebouw weg is, dan is dat ingehouden open vlakte. Ja, dat is alles. Je kunt wel eens een eentje die kant uitgaan. Ja.
Mannen van 35 en 45 plus, kom van de bank af, ga voetballen. We hebben een prachtig initiatief bij Oranje Nassau in samenwerking met PH. Een 45 plus toernooi. Iedereen is welkom. Kijk op de website, 25 september is iedereen welkom bij Oranje Nassau. Doe mee en geniet ook van die derde helft.